Normaal droeglijnd worden omdat ze dan een vliegtuig op de bodem vond hier. Achteraf wisten we nou wat het weer, wist het toen in eerste instantie niet. Het ging om een Engels vliegtuig met Poolse bemanningsleden. Toen had Jan-Geert Vogelsang een lezing houden over de luchtoorlog boven Gastelum. En hij vertelde mij ik het verhaal wat ik wel deelt koer, maar niet zo in detail zat hij mij dat vertelde. Wat hier gebeurt weer oorlog kilometer verderop. Wat er gebeurd is, vertel ik nog vier dat ik even niks hoor, maar toen is mijn interesse in dat verhaal uitblutsen. Wat ik van Huizen was vaag, je hebt hier, op Strutten was vaag, je hebt hier, je hebt nou in detail, dat greep mij enorm om. Kijk, daar wil ik dan weer wat mee doen, met dat verhaal. Story vertellen van Gaston hier naar de kust, hè, de Zuiderzeeviskers, de dijk doorbraken, het hoenennest, die zeehondenlijn en dergelijke. Voel ik dat dit verhaal dat ik bij heb. Zodat een nieuwe generatie, dit ik. Bij vierde vertellen kan om weer een volgende generatie. Er is heel wat gebeurd in de oorlog. Ik in dit gebied, dat zou maar zin op het buit. Maar in heel Gastelum is het gebeurd. En een belangrijke familie, een soort van verzetting, het heeft in de Kingmas. Die een plooi naar hun is vernemd in Lauwert. En we hebben een familie van de Kingmas eer, Jerm Jan. En die heeft een heel mooi verhaaltje bij hem. Zoals dat hij hier fel is. Dan ben je oudje en baby. Toen haar huid onderdoekers in huis, onderdoekers verbracht in een timmerfabriek in Lauwert. Kingmas, zelfs niet die van tijd was ik al zeg. En festels van jou. Hoe zou het wel wijzen? Ja, eerst een stukje hoor. Dit spieltje, vertel dat ik maar even. Heel bijzonder. Ik draag een koppie gekregen van de familie in Engeland. Familie Twee. De dochter in Vlaanderen. Daarbij kwamen heel veel soldaten om het leven. In de velden vol bloemen. Poppies vervaren in het Nederlands. Hun bloed en de bloemen kleuren de velden rood. Op elk
november om 11:00 s'avonds worden alle doden die omgekomen zijn. Zijn in de oorlog ieder jaar herdacht. Heel veel mensen dragen al weg. Mijn oud-oom en tante Aukje en Ellen zijn onze Kingma-familie uit Engeland. De familie Kingma, mijn oerbeppen en hun gezin hebben zelf in de Joden in de oorlog ondergedoken, gezeten in Bakhuizen. Zij hebben vele Joodse mensen en ook Engelse vliegeniers gered. Het hoofdkwartier van het verzet zat in de kinderfabriek van de familie Kingma in Leeuwarden. Gelukkig hebben die alles nog naar kunnen vertellen. Wow. Jan is gastjoerd, een van de leerlingen van de basisschool, de christelijke basisschool hier uit Oldemarm, de Wolikken. Groep Zoon en Achtbeer aanwezig en die zie ik speciaal welkom. Speciaal welkom naar dominee Hinne Wagenaar. Een speciaal welkom naar de meest van Stichting Historisch Werkverbond. De Stichting Memorial Missing Airmen Uglauwert. Douwe Drijver en zien meestal die zich inzetten via het Fries Museum voor de Tweede Wereldoorlog. Zij hebben beeldmateriaal beschikbaar stel, Teun de Schuurman van Pats, beeldmateriaal beschikbaar stel. Dirk-Jan de Kleine heeft mij onder soort informatie op beeldmateriaal beschikbaar stel. Eigenlijk Jim Allegra een speciaal welkom wat je in de familie bij binnen. En natuurlijk je familie Wagenaar, die het rijk vertegenwoordigd is van de familie. Ik vind mooi Jim Allegra binnen. En wij gaan ook niet door het blote voetenpad, gaan wij nooit het gedenkpaneel daar weer nemen, de droege route. Nog speciaal woord van welkom naar Frans Veldman en de familie Stoker, die even de oren route ook recht hebben genoemd hier in de taak. Veldman die weer bij de onthulling van het vorige gedenkpaneel, hij stierde ik op dit buik, maar dat is inmiddels alweer Fjouwer die liet, het was het Zandje. En daar hebben we een familieleden van de Poolse slachtoffers bij. We hebben nu via Dirk-Jan de Kleine, maar ik via Teun de Schuurman Pats, hebben wij contact. We hebben mailtje naar familieleden hiervan, maar door de corona hebben we daar niet, we hebben daar geen reactie op, maar ik niet hoge prioriteit mee omdat we hun hopelijk letter op een oortiestip hier in het taal kennen. Ze binnen nu in elk geval op hele hege leeftijd. Er is een van de vier bemanningsleden die ben hier, die in je zon. En die is nu boven de 80 jaar. Ik jou het woord om dominee Hinnewagenaar. Ja, dominee. Beste mensen, ik zeg het persbericht, het persbericht en destoen boppen. Onthulling gedenkpaneel ter ere van de slachtoffers van de crash van de Engelse bommenwerper Whitley. Maar een heel nummer op 8 november 1941 tussen Oudemiddem en Nijemiddem. Nou, dat is wel een hele titel van een persbericht. Daarom ben we hier, omdat Jere, haast 80 Jelien, een vliegtuig. Delftwatten is. En we hebben hier dat. En de BAM van Squallen, ben er ik, weet hij hem wat dat weer? Weet je hem ongeveer wat dat weer?
die kant uit. En als je me nou die kant uit zag, zou je me dan het twerken van de nieuwe Madame Tour? Ja. En als je dan naar links daar geest, dan komt op een bepaald moment maar een boerderij met een reerdak. Ja. Zou je me dat? Ja. Daar ben ik geboren. Dat weer ons pleets, ons borkerij. En het vliegtuig is Delftstwatten, deze kant uit zeg maar, 100 meter achter de borkerij. En als ik een verrekijker had, wie hier kan bij de verrekijker? Ja. Pieter? Ja, nee, Delftstwatten is. En wat we hier doen, we hebben al even gehad van Sjerp Jaarsma, die hier de onstichter, de initiator van is. Daarom onthullen wij hier het aasten een paneel, een plaquette, een herinneringspaneel. Op die plaats, daar ben ik geboren, maar er ben je meer die daar geboren ben. Ik zou je wat holen boven het publiek uitsteken. Ohne, ja, dat hoeft niet achterom te zeggen. En Popke, even de handen omheen, dan kan ik. Die ben er ik geboren, maar die wie een doel, dat binnen de jongere broers van mijn huid, die wie een doel dan net binnen. Toch? Nee. Nee, jij bent vanuit de oorlog. Nee. Maar in 41 was het net. 43. Uw huid wie in jongetje 41 toen dit badden, die wie 10 jaar oud. En die had dat dus als jongen heel bewust mooi maken. En vanzelfs zien huid en mem, mijn paak en beppen. Paken Teun en Beppe Christje, dat wie een doe jonge boeren van krek 30 of om en erbij, want anders is ik het wel fout, maar haast ongeveer van 30, die maken dat mooi. Nou, wat weer er nou krijgen gebeurd op die dag? Engelse vliegtuigen van Engeland, die vliegen oer, het is maar oer Gasteland vaak heen, oer Friesland heen richting Duitsland, om daar bommen op de Duitse steden deel te gooien. Dit vliegtuig weer op de Waromwijs. En waar het trok een Duits vliegtuig, die kwam van de luchtbasis Ljouwert, en die schitte dit vliegtuig raak. En dat weer boppen, moet even oriënteren, boppen Elehuizen gebeurde dat. En het vliegtuig vleeg terug boppen de Marra, daar stond het al in de brand. En het kwam uit Bak Husterheeg, zat dat dan staan van deze kant uit. En daar is de eerste al uit het vliegtuig vallen. En die wie al letterblik, die wie al bij, voordat hij uit het vliegtuig waait. Het vliegtuig vliegt terug. Hier kwam oer het Isselmar. En bob het Isselmar is er nog een uit het vliegtuig waait vallen. Die is letter weeromvond in Lemmer en is in Lemmer op het haven gekomen. Toen vliegt het vliegtuig terug, kwam bij Onlaan, skeerde. Boppen naar je madam langs, rekken de toer van naar je madam haast, ging verder en kwam dus vlak oer de borkerij van mijn huid, van mijn paak en beppen, van uw familie en stwatte der deel. Zat ik zo uw huid weer zien hier uit en die weer een deer benauwd. En ik begreep van de familie Stoker, jouw huid, die roen buiten, die weer ontmuksje. En die dacht, dit is het einde van de verhaal. Want zo'n vleentuig dat raast baande oer en stwatte del. Nou, dat weer wat indrukwekkend voor heel Gasteland. De eerste die het al bij Bakhuizen, naar Bakhuizen eruit voelde, dat weer een sergeant Webb, die weer 24 jaar oud. Een jongen uit Engeland, 24 jaar oud, die het hier eens zien aanvindt. Daarna de oren die het uit het vleentuig in het water voelde, dat weer Bel. Ik 24 jaar oud. En toen werd er dus nog, toen het vliegtuig leeghalen was, de Duitsers die kwamen, er kwamen ambulance, er kwamen mensen bij hem. Dus toen werden er nog treien in het vliegtuig die eruit halen waren en die in kisten lagen werden. Het was een officer McComb, die weer 28 jaar oud. En dat is van bekend dat hij op 21 oktober trouwd weer. Dat weer dus treien weken voordat dit gebeurde. Weet je wat? De vierde van al weer Sergeant Cameron en dan nog Sergeant Boucher of Boucher of hoe ze het maar nemen was. Allegaar uit Engeland, Schotland, Ierland. Allegaar jonge mensen tussen de 20 en de 29 jaar oud.
En Fjouwer, die ene die in het wetter vallen is, is in Lemmer begroven. En de oren Fjouwer, ik ben krek nog even op het half west. Die oren Fjouwer is hier in Nijenmarm, aan deze kant op het half begroven. En er weer een Duitse begrafenis. Want het weer Duitsland weer de baas op dat stuit, het weer oorlog. En de begrafenis werd leid door een Duitse dominee, een legeralmoezenier. En die ging daar voor. Het was een militaire begrafenis, dus er kwamen soldaten bij. Die kwamen van Kamp Sondel. Want in Kamp Sondel, wat nou een vakantiepark is, had sommigen wel weten. Ben er nog bunkers hoor? Ja. Ja. Nog waar? Ja. Buitenkamp. Vroeger winden meer. Buitenkamp. Daar kwamen soldaten bij en die doen ik een eresaluut. Dus die stonden bij het grijf, die zitten. En de Duitse dominee die hier de leiding, maar de wie ik de dominee van, die doe in Oude Marm. Correct, dominee werden we er weer bij. En dat weer? De kleine. Dominee de Kleine, Dien Oerpaken. En Johuit. En Dirk Jans Huit. Ja. Die weer erbij en die had er ik moest kreun. Dus die had er een aantal dingen. Want die weer de enige die erbij weer, want de gewone mensen, wij zeg maar, mochten daar net bij. Dus het weer een Duitse begrafenis, maar militairen. En de kleine die weer als krekt in de simmer doemden. En die weer daarbij en die mocht ik wel zes. En daarom, hij had het ik opskreun, dus daarom lieten we daar wat oer. Mijn paken Teunis. Mij de Borlieu, Arne Stoker en Kees Hornstra, die gingen voor de begrafenis uit de kisten met hinder en wijn naar Nijenmarm te brengen. Dat moest, ja. Ze moesten er toch in, hè, en ze moesten niet begroven worden. Dus die gingen dat dienen, maar ze mochten verder net het half op. Dus alle meisjes die stonden om het half, buiten, net op het kerkhof zelf. En ook de band, dus Jim, vakgangers die toen bij wien en ze oud wien als Jim, die stonden daar ik. Want de meester van Oude Marm, ik neem nou maar even meester Renema, die hier signed. Wij moeten de ere gaan om deze meesken die hun leven jongt voor ons. Wij zullen het uw huid, het onze vader, in het Engels voor haar bidden. Want dat weer hun taal, dat weer hun gebed. Maar toen wij verder zochten, zeggen we dat die legeralmoezenier, die Duitse dominee, die bidde ik in het Engels. Dat wie ooit wel netjes. Dat hij de voorgang op het half in Nijenmarm, hij bier natuurlijk, ik vier van huis, is maar mijn Duitse collega's zouden we dan maar zeggen. En dat hij het Engelse u huid bidden. Dominee de Kleine, wie in uw familie een begrip. Ik denk dat dat ooit signed is, maar dat kan ik het nooit zeggen. Paken Teunis en Beppe Christje, wie een grut met Dominee de Kleine. Ik weet nou dat Beppe Christje vertelde dat door Dominee de Kleine een beroep kreeg hier dat zijn maas betiet nog gauw op een fiets naar de pastorie in Oude Marm rieden om goeie te zitten. Zo spietig vond ze het dat Dominee de Kleine fut goeie. Hij is letterlijk wel weer omkomen ook, dus dat voor mij. Mijn huid hem weer een grut met Dominee de Kleine, hij hem volop mij maken. En ik zelf, toen ik zo grut wie als Jim, heb ik vaak in Nijenmarm met je gezet bij Dominee de Kleine. Dus dat hebben we mooi gemaakt. In dat opzicht vind ik het mooi dat ik hier steen mij als tellig uit een Gastelandse familie hier op dit plak. En de stooierste is als oerpaken sissen. Nou, ik ben haast te vier, hè? Maar ik moest deze dingen al even kwijt. Te ontinken. Doopt door Dominee de Kleine. Ja. Nou ja, ik ken het me missen. Joghurtje Twaafje. Joghurtje Twaafje. En hier daarna. Nou, dan werd het toen wel aardig doopt, denk ik. Ja. Te ontdenken van die soldaten die hun jonge lippen hier verlen hadden. In de strijd zijn de Duitse bezetter. En 80 jaar lien dat ze hier storm binnen. Daarom ben we hier. Zij ben hier op het halfkamer en wij staan nu hier om dat alsnog te betinken en om dit monument te ontpleertje. En bij de voorbereiding zagen we dat die Duitse dominee het Engelse onze vader, het Engelse huid bidden,
En dat de band van Squalle dat ik dien, eigenlijk, nou, het is zo lang lien en je denkt dat alles maar weer gewoon is. Maar eigenlijk zouden we, na 80 jaar zouden we dat je nog een keer warm moeten. Ja. Als respect voor deze vier mensen en voor hun families. Ik als respect voor al die mensen die te doen hier in Gastelum bij belutsen wien en die bang wien en die niet wisten hoe het komen zou. Zouden we eigenlijk het is huid maalkoord in het Engels bidden moeten. En Jim heeft dat oefenen en ik heb al even gehad. Zij kennen dat heel goed, dus dat geven wij aas en dwam. Maar wat we dat, als we hier nou toch binnen, dan bidden we het ek in het Fries. Zo, in de oorlog en daarvoor, en misschien nou nog wel, ik weet niet hoeveel dat ze nou binnen in Gastelum. Hoeveel wordt er in het Fries binnen? Te min. Maar te min wordt daarom. Het Fries weer zeker in de eerste helft van de 20e eeuw nog net gewoon om te broeken in tjerken en om te binnen. In Jochentje 43, een paar jaar na wat hier gebeurde, waar in Ljouwert de eerste Friese oorzetting van de Bijbel presenteert. Dat wie toen een heel groot barn, Ljouwert wie te liet, want een Bijbel in uw eigen taal, dat wie wichtig. Maar het wie ik wichtig, zijn oer de Duitsers zo van wij hebben uw eigen tradities, wij hebben uw eigen taal. Dus Jochentje 43 kwam de eerste Friese Bijbeloerzetting. En vanuit die tijd, als we het nou toch of niet, is het in ieder geval mogelijk om ik die Friese teksten in tjerken en boetenkerken te broeken. Dus ik zou het zo voorstellen willen, wij bidden het de Lord's Prayer, zat dat hier in het Engels, smalkoord. Het oren de binnen die dat ik zou mij bidden, natuurlijk uitnodigen, maar in eerste instantie doe ik het gegeven met de bijen. En direct erachteraan, we even stil en dan gaan we verder met het uitschrijf in het Fries. En daar wil je mij bij uitnodigen om dat mij te bidden. En de band hebben dat zelfs, zijn een spreekbrief kent het mij best, want ik heb een spreekbrief. Dan heb je de tekst in het Fries direct nog bij. En dan hebben we hier even een gewijd moment, zoals ze kennen, een heilig moment. Te ontdenken, je zou op ronen met het Isomar. Ja, Jim zou die kant uit, maar ik zou het Isomar. Op dit prachtige plak van Gastelum, een van de mooiste plakken van het mooiste land van hier, dus zoals hij ze kennen, daar hebben we even dit moment om Malkoor stil te staan, maar ik om Malkoor dat gebed te bidden wat sinds mensenheugen is, bidden we het als je tinken om mensen die storm binnen of wanneer je mensen begraven. Maar ik mag je hem voorgaan in gebed. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For the kingdom, the power, and the glory is yours. Now and forever. Amen. En Malkoor bidden we dat in de taal van deze groen. Uw huid in de hemel. Lid uw namen heiliger worden. Lid uw koninkrijk komen. Lid uw wil dien worden op ierde liggen goed als in de hemel. Jou is joerd, uw duister preer. En voor jou is uw schulden, zat ik bij uw schuldnis verjoen hebben. En liet u net in verzoeking komen, maar verlos u van de kwade. Want Jozef is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, ont in eeuwigheid. Mag in het loon. Je mag achter de verkeer zien, 100 kilometer verderop, ziet Rick. Ja, look maar mooi geweld. Nee, ja, maar hij zit een beetje vast, want ik was niet bang dat de fut waaien zou. Nou, dat geeft hij. Oh, zo. Dat is mooi. Ja, prachtig. Ja. En je hebt zoggen de foto's van de mensen die hier omkaan binnen en hier op het aflezen. En foto's uit die tijd. Zelfs een middenfoto
De foto die het maken is dezelfde duis of de duis nadat het vliegtuig Delft wat weer. Een bom? Ja, die is later nog opgegraven. Ja, dat is een verhaal wat ik letterlijk heb, dat wie mij niet bekend had. In die 4 ik niet ter sprake kom met de luchtoorlog Bobbe Gastelon. De familie De Graaf, die nou de bewoners binnen van de boerderij van de Wagenaars, Henk en Lee aan De Graaf, die ik hier aan mij werkt, ik foto's beschikbaar stelde. Hè. En dat nou, komende zomer van het seizoen dat dit te bezichtigen is, de Engelse vlag hebben hun in het Loons al hing op de plak waar het gebeurd is. Zodat we hier, komt een militaire kijker, komt hierop dat we hem altijd zien kennen. Oorlog kilometer verderop waar het gebeurd is. Zij wezen mij erop. En dat in mijn destijds zo'n jocht ontging, die je tot ontploffing bracht, hier even verderop in Huitenbus de Buterpolder. Een metaaldetector heeft hem vond en de duizend naai is er tot ontploffing bracht. En toen is het Loon, ik even een oudzacht. En vroeger wie het Loon, ik als oudzacht. Nou, dat wie alles wat Johannes Wagenaar, de huid van Hinnen, die is op Omroep Friesland dan ik in beeld samen met Teun Stoker. Dan vertellen ze door. En het zei, Johannes Wagenaar zei, ik ben zo vaak maar de trekker door Hinnen rieden. En hij loopt op zand, je hebt het uiteindelijk. Het leven is gevaarlijk. Het is een wonder. Verhaal van mij. Ja, ik zou die zien letten. Ik heb de beelden. Ook denk dat hij hem vroeger was. Je moet die zoon jochtig. Misschien is toen in het buitenland. Ik heb de familie Stoker lijst naar Schillet van Zimmer. Nou, ik heb jongen als jongen aken. Nou, de beelden. En dan zie je hem erbij. Dan ben je hem, ja, 4 jaar jonger. Vind hem daar in de huid, dan wordt de boeterpolder. En dan vertelt Johannes, ik riep het alle dagen. Nou, hoe lang je dan in het boer was? 34 jaar? Al de dagen eroverheen. Zijn hele leven, ja. En gelukkig nooit wat gebeurd. En Johan de Boer, het minstgeer die het helaas niet meer leeft, die is met een metaaldetector samen met Wim Stienstra. Hij is daar ontziek geweest en toen stuitten ze dus op die bom. En die foto's hebben we dus ik opzet. Een explosie ik van even via erop in de huid de beurs de Buterpolder. Ja, ze koelt nog, ze koelt. Ja. Zo, en de borkerij van de familie De Graaf nou dan, is die er ook op? Ja. Maar de Lindebjem naar Vet Huis, ja. Zat dat vroeger weer. En dit is de man die dat dient, had, Ludwig Becker, en dat is een van de meest gevreesde piloten van de Luftwaffe. Hij zou uiteindelijk in de oorlog 44 vliegtuigen Del helden. Maar hij is zelf uiteindelijk Del komt. Hij krijgt een hele hege onderscheiding kregen. Zijn vrouw, werd hij Jochemann Linter voor me trouwt, die is speciaal oerkomt in Duitsland. Die brengt hij die muis naar het station in Lauwert, zij gaat naar Duitsland aan. Hij gaat dan op missie. Hij moet Engelse bommenwerpers naar beneden helden, boven de eiland. En daarna hij ze hem dus Del helden, er nooit wat van vond. Hij luidt nog steeds ergens op de bodem. Ludwig Becker, hier zit er in zijn vliegtuig. Hier is het vliegtuig uit de collectie van Jan J. van der Veer, die het soort door de oorlogs kraamd heeft. Deze uit de collectie van Wim Stienstra, hier ben je Sint-Twaar op. Dit is het vliegtuig wat je over Delstorten is. Unieke foto's. Deze kreeg van Dirk-Jan de Kleine. Dirk-Jan de Kleine heeft altijd een soort contact houden met nabestaan. De familie Webb is geweest, de familie Cameron is geweest. En nog steeds stuurde hij Old en Nij vaak een kaart, hè, maar de Christ. En Webb had ik zien verhaal, de familie, een broerke van Webb, die zie je op een foto. Die mist een voet, die kwam hier in houten voet, had Dirk-Jan de Kleine me aan me verteld. Die ben zeer dankbaar, die hebben eindelijk hier toen je kwam het verhaal jeet wat precies gebeurd is. He, ze hebben locatie bezocht in het Loon, ze hebben locatie bezocht op Bakhusten met de eerste de Ruudvallen is. En hier werd heen, ik al refereerde, de trouwfoto van Treibik en de voortrouwd. En er wie nog hier weer krijgt de voortrouwd. Tja. En ze hebben, hier hebben we de onthulling van... informatie buiten het gedenkbuit bij het Poolse monument. Daar win ik familieleden bij. Hier heeft de familie Webb het eerste grijpen zag hij jochtje in 50. En hier weer dokter van de Bijaard uit Balk. Misschien kennen ouderen en kennen hem nog. Ja, uit Balk weer erbij. Die hier het grijp adopteert. Mooi zien, huishoorster ziet erop en de familie Webb. Ja, en het half erboven. Het half erboven, ja. Mooi nog de houten kruisen nog. En is dat de foto van de plof? Dat is de foto van de plof. Ja, jochtje zonjocht, april zonjocht. Hier even. Hier verderop. Voor de overkant van de plaats. Eigenlijk, ja, nee hoor. Je bent Joost Loon vroeger een keer. Je en de Wagenaars Loon. Niet iedereen weet dat Wagenaar en Stoker zijn familie.
Dus die burken niet naast elkaar. De letter is uit elkaar gingen. Nou, dat heb je mij van week nog verteld. Hij bij de beste families. Ja, ja, maar wel een goede verstandhouding had. Dus ik ben niet een voorzichtig. Nee, ja, daar ben we een grutter. Daar ben we een grutter. Ja, ieder ging zijn eigen weg. Ja. En Teun Stoker, dat heb ik in Persberg gezien, die wie 4-4, die looide dus in de bedstreet te sliepen. Toen het gebeurde, hij schrok wekker. En zijn huid ging met de kruiden vol. Vol stront kreeg op een scanner. Hier achter. Nou, we hebben nog. Ja. Ja. Oh, dus hij heeft zo'n beurs op een punt. Ja. Ja. Ja, want je was hier niet te geren. Ik ben toen al te geren. Hoe is het mogelijk? Piet de Jong, Piet van de politie zat hier zijn, van Harmen de Jong, de politie. Had hij ooit 2 keer een leak vond? Dat hij hier gewoon die rol langs de kust, als jonge jongen. En Dommy Visser, een soort van hem, heb ik nog kennen. Dommy leeft helaas niet meer. Wie je letterlijk toen die keer ben, wie vaak was die speedbootje bij de hele reis. Wie mocht mij eens bij mijn speedboot, maar die had als 10-jarig jonkje. Hij is zelf opgegroeid op Spitsbergen. Had hier ik een leak vond. Dat zie je onderaan. Dat is zo oud als je moest waren. 10-jarig is het nou, wat dan gebeurt in je leven. Vindt de 10-jarige Dominicus Visser langs de kust onder maar niet te identificeren lijkt met alleen een hemd, overhemd en uniform beroep met Engelse tekst. Die is begroeven in Nijmegen. Dominee de Klein heeft letterlijk begrafenis nog leid hoe militair. Nou, ik heb bij jou, Dirk-Jan en Emile, hun huid, die houdt echt een dagboek bij. Dat heb ik vorige week even niet gezien. En dan houdt er ik bij wanneer een begrafenis is van Oldenmarmer of een trouwerij. En ik van de militairen. Ik dacht dat de derde zat ik bij geweest. Op de 44, van 43, ik van Sondel en zo. Nou, we ronden langzaam om die kant erop, ja, dus kel bent. Voordat we dat doen, ik vind het op zich, hè, de steen hier, dit is een gedenkmonument, maar daar ben je meer. Er wordt hier op een manier de Lidse geschiedenis. Geert Mak heeft ooit een boek geschreven, De Kleine Geschiedenis van Amsterdam. Toen we dan net bekend, letterlijk de bekender werden. Wat stel je hier dus, is niks Lidse aan, maar het wordt de lokale geschiedenis. Ja. Die is op zo'n manier Boppe Wetter helst en weer bij u brengt. Dus ik wou dat we nou even een applaus aan kennen, chef. Dankjewel. Ik doe het graag voor iedereen, voor de gastlanders en de mensen die zich hier. Voor de mannen. En het past bij wat we hier meer doen. We vertellen hoe de fiskers. Ja, ik heb dat lezen van dat 8 in de band. Dat vond ik ook bijzonder. Ja. We vertellen hoe het hoenennestje verderop, dat de zeehond. Kun je je nou weer voorstellen, je loont een zeehond verderop, in het hoenennest, in de Zuiderzeetiet. Maar voor de band het er niet alleen in de geschiedenis, die hem kennen dat we mooi waren, zie ik er op de drekbagger in. Ja. Zo. Lezer ons. Dit buiten moet hier zijn. En de heetmeester zei, moet het niet bij Nije Marm. Maar ik zei, nou, wij zijn hier hebben het zicht erop. En we zijn hier komen een soort jeugd. Een soort band. Wij worden een soort kuil. We hebben educatie, natuur, educatie. Je vertellen hoe de streek. Nou, lezer het hier. Je hebt het wel. Ja. En ik wil wel weten, we hebben daar een buiten, hoe de vissers, we hebben daar een buiten, hoe de leemsters. Ik vind het erg. En daar is het toch, het is een gevaarlijke drokken, diep bij de Huitenburg. Mensen, we hebben ook een applaus hier. We hebben nog net voor de squalband hier. Een van de enige. Zoek ik nog een foto in, mandje van Hinder en Stoker en Femke bij het buiten? Ja, kom maar. Ik zie er iemand bij, die kon niet weten wie die vreemd een foto trost worden hoor. Kom je maar bij. Dat is makkelijker, dan steen je een beetje op zich. Zit je erbij? Toen steen je haast op rollen. Ik ken dit zo jong in één keer. Ja jongens, hebben breedbeeldcamera's en. We hebben Gelle Walter gekregen van Nije Marm om alles, ik vind vers te listen. Hester? Ja, ik heb hem. Ja. Is het erop? Ja, voor mij hem. Ik heb mezelf opgehangen. Ja, nee, maar pak je verder. Frans, mag ik even hier van die maatje hier bij die onthulling van de? En dan wil ik graag even de gebroeders, de kleine, direct even naar dominee Wagen dan even. Meesken, deze groen, dat mag ik nog even vertellen, deze Friese groen, heb ik van de week met Henk de Graaf uit het loon hellen met het gebeurd is. Nee. Ja. Zij hebben wij dat ik die bij de haventjes van Oldenmarm,
Vruchtbare groen bij aan de heldering waar werd die 18 ben geboren binnen. En ze hebben ik meen dat we die groen hier in het loon hebben. Dus dit is echt de wagen naar groen van vroeger. Dit is wagen naar groen van vroeger. Dit hebben boy helm die na je laag ook op de zit je net. We hebben even bang dat we weer op het stuit met wie een stier. We dachten hij nog een bom. Is dat één? Hartstikke mooi. De kleine zijn bij de dominee. De dominee zonen en Femke. De dominee zonen. Femke, moest nou even bij de vestje. Oh, hier zijn naast me. Je stond in de dode hoek. Wil jij even bij jouw familie? Ja, papa. Opa. Ja, je hebt eigenlijk ook vaak gestemd. Bedankt. Iedereen hier bedankt voor de aanwezigheid. Kijk iedereen die dan bakje koffie hebben, die krijgt dan bakje koffie. Leuk dat je hem wint. Als je eerst hier staat, dan krijg je het niet aan dat er